leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Welkom bij SatSat! Leuk dat jullie weer kijken naar SatSat, de serie voor je oogbollen. Hoor jij nog niet bij de Jer Army? Druk dan op die abonneerknop hier beneden. Join de Jer Army, join de Army. We zijn geen leger, weet je wel. We gaan niet naar andere landen om daar shit over te nemen of whatever the hell een army zou moeten doen. Maar we zijn gewoon een strong base of people, oké? Ik zie hier Unsun stof. Haal ik even weg. Dus join the Jer Army, dames en heren. Druk op die abonneerknop. We halen 1000 abonnees per dag. Als we dat volhouden, hebben we aan het einde van het jaar de 700.000 abonnees. Daar gaan we toch voor. Oké, daarnaast hebben we ook de 28.000 mensen gehaald op onze subreddit. Poeh, allemaal mijlpaaltjes, dames en heren. Maar nu jullie er toch zijn, gaan we gewoon eventjes kijken naar satisfying dingetjes op het internet. Let's go. Besef, deze man heeft allemaal bowlingbollen op elkaar gestapeld. Er is altijd een center point, dames en heren. Er is altijd een center of gravity. Je weet toch ook wel die mensen die... Siri, kan je alsjeblieft niet zo eng doen. Daar word ik echt zo bang van als je dit doet. Maar god, hé, gaat hij ineens aan. Kan je ook zeggen, ja, Jeremy, doe hem uit, maar ik gebruik hem heel vaak. Je weet toch ook wel die mensen die doen stenen op elkaar stapelen. Het is precies hetzelfde als bonenballen. Oké, wat is dit? Dit is een auto met een man. Ho! Oh mijn god, wat de hel? Deze man is crazy. Dit is een stuntman. Deze guy is helemaal wacko. Holy shit. Absurd. Absurdheid op een stokje. Absurdheid op een auto. Grappen met Jeremy. Geweldig, hè, jongens? Satsat balletjes met geluid. Top dat je het er voorbij zet. 4 minuten 46. Are you kidding me? 4 minuten 46. Dan kunnen we de rest van de video mee vullen. Gaan we niet doen, maar... dacht ik zeg even. Had gekund. Kan maar niet. Kijk nou, joh. Je zou er maar zin in hebben, hè? Leuk. Hetzelfde als mijn YouTube filmpjes maken. Je zou er maar zin in hebben. Hij is gewoon allemaal vormpjes aan het maken en op elkaar aan het doen. En daar heeft hij dan een filmpje van gemaakt. Hij heeft zelfs een heel waterkasteel gemaakt. Gooit hij er nou water doorheen? Wauw, wat geweldig. Ik dacht dat het even... Oh, voor zijn vis! Voor zijn 2 vissen! Wat zielig. Er zit veel te weinig water in. En dan doet er nog meer vissen in. Die vissen die hebben geen ruimte. Wauw, ik weet niet of dit satisfying per se was, maar... Wait, thanks, yo. We hebben hier een TikTok filmpje. Boom! En daar gaat de sneeuw. Hey. Ze wisten precies hoe dat werkte. Oh, maar wat is dit? Wow, is dat een tapijt die in de sop gezet is of zo? Dat is sick. Maar er komt... Het was wel een schoon tapijtje, want er komt niet heel veel vieze troep vanaf. Tenminste, je kan het niet heel goed zien. Als het op een witte vloer was, hadden we het waarschijnlijk wel gezien. Oh, is dit hoe dat werkt? Oh, mijn god. Never seen before. Deze guy is een portret aan het maken met gekleurd zand van The Rock. Waarom maken ze altijd van The Rock of van Will Smith een soort van portret of standbeeld of tekening? Waarom is dat? Dat is zeker omdat ze kaal zijn of zo. Dan hoeven ze geen haar meer te tekenen. Dat is 10 keer makkelijker. Gewoon iconisch persoon zonder haar. Daarvan maken we gewoon een tekening of een standbeeld. Want dat is veel te lastig. Iemand heeft zo satisfying zijn broodje belegd. Kijk dan. Perfect die hammetjes zo over elkaar gelegd. Hier heb je heel veel geduld voor nodig gehad. Deze vind ik vet. Dit bestempel ik met SatSat. Dit vind ik heel lekker. Zit er nou licht in? En waarom zit hij nou op de zijkant? Heel vervelend. Nou, de editor heeft hem nu recht gezegd. Dat is veel chiller voor jullie, joh. Dat is veel lekkerder. Wat kut. Ik weet niet. Ik vond hem niet lekker. Hij was voor mij zo. En hij stopte precies toen ze het mes hierin wilde. Hier is een stop-motion gemaakt van Lego-blokjes. Die eigenlijk moet dit een bak water voorstellen. Maar dit is gewoon gemaakt met Lego-blokjes. Lekker, man. Oh, dit is heel goed, hoor. Dit is heel goed, dames en heren. Dit is heel goed. Komt-ie. Oeh. Heel lekker dit. Het gaat ook echt zo smooth. Heel chill. Die vond ik nice. Oké, je had een mandarijn. Toen had je een mandarijn met die witte dingetjes. En toen heb je ook al die witte dingetjes eraf gehaald. Er zijn legit mensen die willen dan echt al die witte dingetjes er per se af hebben. Boeit mij echt helemaal niks. Dat vinden blijkbaar mensen vies. Vind jij dat vies? Laat achter in de reacties. Ik zou niet weten waarom je dit vies zou vinden. Dit is totaal niet erg om op te eten. Dit is Japans speelgoed. Super satisfying. Oké. Nou ja, het is eerder Japans papier. Dat zijn allemaal papieren dingen. Wauw, het is wel super lekker gemaakt. Als je er dan in... Ja, Ja, oké, ik geef het jullie, weet je wel. Satisfying dingetjes, wereldbolletje, gaat open. Is dat echt? Wat de hel? Iemand, een dinootje. Een soort van... Dit is een... oh, dat is een... gordeldier. Nou, dat kunnen die Japanners wel goed hoor. Oh ja, dit had ik gezien. Als je dus zeg maar bevroren voorruit hebt, als je dan een hele tas of een zakje vol met heet water vult en je haalt die over je voorruit, is zo je voorruit weer ontdooid. Wat zijn we toch ook weer zeg maar slimme gozers zeg. Dat we dat gewoon bedenken even. Dit is denk ik een schoonmaakding. Dit is geen verf, toch? Nee, dat is water gewoon. Het is gewoon een waterpainting. Dat doen ze vaak in ergens in Azië. Dat ze gewoon een... wat water pakken en dan gaan ze van die watertekeningen maken. Oh, hij maakt het Yin Yang logo. Iemand heeft eventjes voor ons intro eventjes gefixt dat we een loopie hebben hoor. Hey, Jeremy Games HD. Lekker logootje ermee gemaakt joh. Oh, sick. Als we daar nu, als we hier nu door in Trending for Game komen, dan word ik heel boos. Dan komt het sowieso in Unsun. 6 dagen geleden, dames en heren, postte deze guy van oh my god, je hebt 666k abonnees. Dus 6 dagen geleden. Zal ik even laten zien hoeveel subs we op dit moment hebben dat ik het opneem? We zitten nu al op de freaking 674. Het is toch niet normaal, joh? Holy shit, we groeien gewoon zo snel. Ik word er blij van, jongens. En meisjes. En Belgen. En Suriname. Mensen uit Suriname en Curaçao. Jullie mogen er wezen, hè. Ik wil, zeg maar, als ik daar kom, dat ik gewoon allemaal Surinaamse en Curaçaose mensen... Curaçaosje? Nee, dat is eigenlijk niet goed. Chips, sorry. Ja, het zou leuk zijn. Dus gaan we wat plat drukken met een machine, jongens. Een mok. Kijk hoe dat breekt. Dat breekt echt per rondje. En dan gaat hij dadelijk in één keer... Bam! Wat breekt dit raar? Ik dacht serieus, dit gaat in één keer stuk of zo. Oh, een hele bak met lekkere zeepjes, joh. Waar haal je dit? Ik heb geen idee waar je dit haalt. Je ziet al die kanalen met die lekkere zeepjes in hun handen. Altijd met die dubbele belijning. En ik heb geen idee waar ze dit vandaan halen. Ook deze, die knetters. Even stil zijn voor één. Oh, heel goed dit. Ja, heel chill. Vind ik goed. Vind ik lekker hoor. Waar zijn die knisperknaspers? Ja, daar pakt hij. Ja. Het breekt ook echt instant. Ik weet zeker, als ik hem in mijn handen heb, ik knijp nog niet eens als ze breken. Heel goed. Kijk, ik heb ook hier het SatSat. 2 dingen. Ik heb hier mijn fiches. Dat was chill. En ik heb hier nog steeds mijn squishy. Van vorige keer de SatSat met Dionne. Die ik nog niet gezien heb. Kan je ook nog kijken. Ben trouwens wel benieuwd, hè. Ik neem nu elke week, zeg maar, 1 keer per week op met een gast. In SatSat of Unsun. Ik ben heel erg benieuwd wie van jullie is hier nieuw op mijn kanaal gekomen via een van de gasten die de afgelopen weken, maanden langs is geweest. Ik ben heel erg benieuwd. Laat het me weten. Zo'n hoge drukspuit, die zijn sowieso lekker. Niet om op je lichaam te krijgen, maar zo'n sticker van je raam afkrijgen... is wel heel erg satisfying. Want die dingen die gaan er niet makkelijk af. Geloof mij. Heel chill. Dus wat water. Wat wordt opgenomen waarschijnlijk in een... Woep. En het is weg. In een stoffen doekje of zo. Nog zo'n tapijt. Dan zie je dit letterlijk nooit op je subreddit. En dan ineens vind je 2 filmpjes ervan. Vind ik zo bijzonder. Nou, zijn we weer. Weer een tapijtje. Even al het sop eruit halen. Prima. Hè? Doen we lekker. Gaat wel goed. Ik denk wel dat ze er nog een paar keer overheen moeten in plaats van die ene keer die ze nu gedaan hebben. Maar snappen wat je bedoelt. Dit duurde pittig lang. Oh, ze heeft nerds, van die nerds heeft ze uitgesorteerd. Weet je dat als je een bepaalde kleurenblindheid hebt met rood en groen, dan had je dit niet eens kunnen doen. Iemand die kleurenblind is, kan jij volgende keer zo'n pakje nerds sorteren op Unsun? Dankjewel. Oeh, je hebt een nieuwe telefoon. Dat is altijd goed, hè? Eventjes dat dingetje eraf halen. Dat is altijd goed. Thanks voor het sturen. Daar wordt iedereen blij van. Wacht even. Is dit een wiel? Is dit een legit wiel? Een smart tires heet het. De smartband. In plaats van een smartwatch of een smartphone hebben we de smart band. Ben benieuwd wat het gaat brengen voor onze toekomst. Dames en heren, dankjewel voor het kijken naar SatSat, de serie voor je oogbollen. Morgen zijn we weer terug met Unsun, de serie tegen je oogbollen. Zou ik wel even kijken, leuke gast langs. Dan zie ik jou de volgende keer. Druk wel op de filmpjes naast mij en dan zie ik jou, namaste, in die volgende aflevering. Zo, die ging echt heel erg goed. Dan zeg ik wat ik altijd zeg en dat is... Doei.